moet veranderen, toch iets aanbrengen. Maar dat geldt ook voor erfgoed in brede zin. En dat zie je natuurlijk in Tiel ook, hè, in oorlogstijd. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn gekomen op onze uitnodiging om vandaag te praten over de betekenis van ons erfgoed voor onze gemeenschap, voor onze Tielse gemeenschap. Het gaat niet lukken om iedereen even zijn naam te laten noemen, terwijl dat eigenlijk wel fijn is om te weten wie er in de zaal zit. Maar ik stel voor dat we even in groepen kijken. Wie hier is lid van de Oudheidkamer? Heel mooi. Wie woont in Tiel? Zeg het maar. Stadsherstel Tiel. Stadsherstel. Vereniging Behoud Lingenlandschap. Behoud Lingenlandschap. Vandaag hebben we ons tweede erfgoedsymposium gehouden. In oktober 2017 hadden we het eerste erfgoedsymposium georganiseerd door de Oudheidkamer. En dit keer heeft de Oudheidkamer steun gevraagd bij Waardevol Tiel. En hebben we het tweede erfgoedsymposium gehouden om eens te kijken waar we nu staan op het punt van erfgoed. En wat er eventueel aan positieve ontwikkelingen zijn vergeleken bij de eerste keer dat we het organiseerden. Een heel veel mooie voorbeelden van, maar vandaag gaat het vooral over materieel erfgoed. Over datgene wat we kunnen voelen. Stapelen. Wat staat, hè? Vandaag hebben we een aantal sprekers gehad die onder aanvoering van Josanne Meijers hebben gediscussieerd. En die hebben hun verhaal gehouden over allerlei invalshoeken betreffende ons erfgoed. En dan ging het vooral over het gebouwde erfgoed. Dus niet over ons mooie immateriële erfgoed, zoals bijvoorbeeld de Tielse kermiskoek, een circus of het fruitcorso. Als sprekers zijn er geweest om te beginnen Joks Jansen. En het is een oud hoogleraar ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. Zij zelf of haar, een vroegere foto van haar is gefotoshopt in die spiegel. En zo werkt het in feite ook een beetje met erfgoed. Het zijn die dingen uit het verleden die we vandaag koesteren en die we door willen geven aan de volgende generatie. En wat me vooral opgevallen was, dat waren mooie zinnen als van, ja, vraag je nou eens af, wat wil je doorgeven aan de volgende generatie? Hij vergeleek het ook met het gezin. Hè, welke zaken heb je binnen het gezin? Die wil je graag doorgeven aan je zoon of je dochter, hè, dus volgende generaties. Zo moet een stad zich ook bezinnen op, wat wil die stad nou doorgeven aan volgende generaties? En wat ik ook mooi vond, dat waren quotes als nieuwe ideeën hebben oude gebouwen nodig, hè, om die ideeën te verwezenlijken. Vond ik een prachtige. En ik ben ook heel benieuwd naar de samenwerking tussen de ontwikkelaar, de gemeente, misschien ook andere overheden. De provincie heeft hier volgens mij ook nog een woordje in gehad. Ik weet het nog goed, we lopen via de winkelstraat naar het postkantoor, komen de hoek om en onze eerste indruk was meteen goed. De tweede die sprak, dat was Henry van Zandvliet. En Henry van Zandvliet, dat is een 33-jarige jongen, vol met lef zeg ik dan. En die heeft het oude postkantoor weten om te toveren van een, nou ja, ergens wel troosteloos gebouw. De ruiten waren ingegooid, beneden stond het vuil in zakken, hoog opgetast. Daar heeft hij wooneenheden van gemaakt. En hij bouwt er zelfs een heel mooi gebouw extra in de oude tuin van dat postkantoor. Dus dat wordt een pareltje in de stad. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe particulieren met behulp van de gemeente, want de gemeente heeft hem goed gefaciliteerd, hoe dus met behulp van de gemeente een particulier iets voor elkaar kan krijgen in Tiel, waar de hele Tielse gemeenschap van profiteert. Althans, monumenten in de stad. Ik ga iets vertellen over bouwen in de stad. En niet over het verbouwen van monumenten, maar meer over hoe je in de historische context nieuwbouw kan maken. De derde spreker, dat was een bekende uit Tiel voor iedereen denk ik, Pieter Wachter van het architectenbureau Wachter Krijger. En die ging in op het belang van percelering, van de schaal waarop je nieuw gaat bouwen in een oude stad. Je hebt een monumentale stad, daar moeten dingen aan toegevoegd worden. Hoe ga je dat dan doen? Ga je er een groot horizontaal gebouw neerzetten? Ga je er als architect een grote uitroepteken in gooien? Of voeg je je naar het ritme, dat is belangrijk, naar het ritme van die oude stad? En weet je ook, met in je materiaalgebruik, weet je ook voldoende variatie daarin te krijgen? Dat was de grote boodschap van Pieter. Ik heb net doorgekregen dat door de soep gehaat kan worden. Steamy.
kunnen ze mij van wakker maken? Om te beginnen gaan we horen over Tielse monumenten, kansen en bedreigingen. Dit is een monument, althans het is een monument in wording. Dat had u misschien niet gedacht toen u hem mogen kennen in een vorig leven voorzien van een vloerwerk terras en veel hout. Toen hebben we nog gehad Arnoud Reijnen, de voorzitter van Waardevol Tiel. En die sprak eigenlijk over monumenten en de relatie van monument met de stad. En wat een monument kan toevoegen aan een stad. Ook het belang voor de middenstand. Er wordt steeds meer gekocht bij bol.com enzovoort. Veel zaken staan leeg in de binnenstad. Je hoeft er maar te lopen en je ziet het. Hoe kan een monumentale stad nou voordeel hebben boven een stad die dat niet heeft? Laat ik zeggen, wat heeft Tiel als voordeel boven Almere of Lelystad? Nou, dat zit hem in die monumenten. Dus koester die monumenten. Ook al zou je op het eerste gezicht niet zeggen, is dat gebouw nou een monument? Hij noemde als voorbeeld het pand van Secunda, dat heel kenmerkende zaagtanddaken heeft. Hij zegt, ja, is dat nou een monument of niet? Het is de enige nog in zijn soort, want er zijn er al 5 verdwenen in Tiel. En iedereen in de zaal dacht toen, ja, hij heeft eigenlijk wel zo'n beetje gelijk daarin. Toen hebben we ook nog de resultaten gehad van de enquête die gehouden is door Bert van Zetten. U zit hier met z'n allen met 84 deelnemers, daar zijn we bijzonder trots op. En van de 75 verstuurde vragenlijsten zijn er 45 teruggekomen. Als lid van de Auditkamer had hij alle deelnemers aan dit symposium een enquête gestuurd. En daar heeft hij de resultaten van bekendgemaakt. Hij vroeg bijvoorbeeld van welke monumenten kent u in de stad Tiel? Nou, er waren natuurlijk hele bekende monumenten bij. En vindt u dat de gemeente zich voldoende inspant? En welke evenementen kent u in de stad? En daar sprong gelukkig als meest bekende monument uit de Open Monumentendag. Had ik ook niet anders verwacht hoor, binnen dit kader van deze deelnemers, de achtergronden daarvan. Ik wil even goed vermelden dat die Open Monumentendag, ik heb het ervoor geschreven, want er zijn er een aantal bij betrokken. Dat is de Oudheidkamer, Waardevol Tiel, ik noem ze even op, de Stichting Stadsherstel, de Stichting Ter Navolging, Tiel Bijzonder Verleden en Tiel Behoud Traditie van de Tielse Kermiskoek. Deze organisaties spannen zich allemaal in om de Open Monumentendag tot een succes te maken. Ik deel de mening van de stadsbouwmeester als het gaat om de opstelling van de monumentencommissie en de zelf. Maar is er het gaat een visie. Ontbreekt op een of andere manier een rode draad. Het gaat voor mij iedere keer weer dat ik merk dat mensen in mijn clubs gaan reageren op bouwplannen waar ze het wel of niet mee eens zijn. En dat werd dan ook nog wat uitgediept in de stellingen, in de paneldiscussie die gehouden werd. Een van de stellingen was, ja, de gemeente Tiel spant zich voldoende in met behoud van het erfgoed en informeert de bewoners ook voldoende met betrekking tot het erfgoed. Nou, er werd in de zaal toch wel heel genuanceerd over gedacht. Men vond dat de inspanning van de gemeente toch wel een tandje bij kon zetten. En men vond ook dat de bewoners eigenlijk meer geïnformeerd moesten worden over het erfgoed. Even terug in de tijd, we hebben anderhalf jaar geleden het beleid vastgesteld, erfgoed in balans. Dat is eigenlijk het nieuwe startschot. Dus als men zegt het ontbreekt aan visie, dan deel ik die opmerking niet. Het is alleen de vraag, wat gaan we met die visie doen? Dat kost tijd. Hè? Die visie moet in bouwplannen meegenomen worden. Dat is nog wel eens, dat schuurt wel eens langs elkaar, dat durf ik wel te zeggen. Je kunt niet zeggen altijd per definitie dat erfgoed voorgaat op een plek, maar je kunt ook niet zeggen dat een bouwplan altijd voorgaat op een plek. En daarom hebben we natuurlijk de gesprekken met Arno in dit geval, als stadsbouwmeester, om te kijken van, ja, hoe kijkt hij daar tegenaan, hoe kijkt de commissie daar tegenaan. Aan de andere kant werd ook gezegd van, ja, inwoners, trek nou toch zelf ook aan de bel. Wij zijn benaderbaar, Frank Groen, de wethouder, zei dat, en Arno Kolen, de stadsbouwmeester, zei dat van kom maar naar ons toe. Want als jullie niet naar ons toe komen, ja, dan kunnen wij natuurlijk ook niks. Dus je kunt betrokken worden, maar je kunt ook betrokken zijn. En dat was eigenlijk de slotboodschap dan ook. En ik hoop dat wij als uitvoerders van deze bijeenkomst, van dit symposium,
over 2 jaar de erfgoedprijs in ontvangst mogen nemen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wie weet. De slotkleed van de dag, dat is, we hebben in Tiel prachtige monumenten, koester ze en maak de slogan die zo vaak gebruikt wordt van we hebben goud in handen, maak dat dan ook waar. Koester dat goud.